We are embarked on a long journey. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? Dames en heren, welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Battenvieren podcast in samenwerking met de Blauwe Tijger. Ik zit hier weer met Tom Visser. Tom, wederom welkom. Dank je. Ontzettend leuk dat we weer bij elkaar zitten. Hoeveel heb je in ieder geval, ook qua reacties, hoe heb je de vorige keer ontvangen? Heb je veel positieve reacties gehad? Of? Ja, wel wat. Ja, absoluut. Leuke reacties. Want ook op de Nederlandse Leeuw inderdaad, daar hoorde ik ook, daar kreeg ik ook inderdaad ook een heleboel, ook van onze kijkers en ook luisteraars. Ja, dat evenement zat ertussenin. Ja, het zat... Jij precies, net als ik, dus veel leuke reacties gehad op de vorige uitzending, ons eerste interview, gesprek. Ja, en eigenlijk ook daaruit is dus ook eigenlijk ook weer dit gesprek ook weer ook voortgekomen, van, omdat we juist dus inderdaad ook zoveel reacties ook kregen, om ook gewoon te kijken van, hoe kunnen we nu, hè, want we hebben in de vorige uitzending, voor de mensen die het ook niet hebben gekeken, hebben we cultuur, hebben eigenlijk de vraag, wat is cultuur, hebben we met elkaar besproken. Absoluut, voor de mensen die het niet hebben gekeken, absoluut ook het kijken ook waard. En we gaan vandaag gaan we het hebben ook over orde en chaos met elkaar. Allereerst ook de vraag van, is de vraag orde en chaos, dus op dit moment een vraag die te veel in het debat voorkomt of eigenlijk ook ondergewaardeerd is? Nou, het is een hele interessante vraag. Wij kwamen daarop in het voorgesprek omdat sinds dat Jordan Peterson in Nederland is geweest bij de Nederlandse Leeuw, de vraag orde en chaos wel vaker terugkeert. Ik vind het razend interessant. Kijk, de vraag wat orde precies is, daar heeft iedereen wel een gevoel bij, maar wat chaos is, dat is al veel lastiger. En bij Jordan Peterson kwam met name de volgorde, die was heel belangrijk, van wat komt er eerst? Was er eerst chaos of was er eerst orde? Hoe gaat ons brein om met chaos, met orde? Dat zijn ontzettend leuke kwesties. Ja, want is het ook zo dat we hebben eigenlijk ook wel een goed begrip van het woord chaos en verwarren we chaos ook niet met andere begrippen, hè? Dus zoals bijvoorbeeld onvoorspelbaarheid bijvoorbeeld. Ja. De vraag wat chaos precies is, dat is heel interessant, want niemand heeft daar direct een beeld bij. Hooguit zou je kunnen zeggen, chaos is een gefragmenteerde orde. Of datgene wat eerst ordelijk in elkaar zat, versplinterd is of kapot is, dat ervaar je als chaos. Maar chaos zelf, hè, wat kan chaos nou zelf zijn? Ja, dat is eigenlijk veel lastiger. Ja, want op dit moment zie je ook, hè, van wat wordt er ook bij chaos, hè, wat wordt er ook bij, wat zijn die van termen die dan ook om, hè, bij mij in ieder geval dan ook opkomen. Hè? Dat is inderdaad ook een term, ook zoals bijvoorbeeld dat inderdaad iets kapot gaat, hè, destructie, dat zie je ook natuurlijk, dat het heel erg ook met chaos ook. Ja. Ook wordt, ja, misschien wordt het dan ook verward, vind jij ook? Dus dat die termen te veel ook in elkaar overgaan, van chaos en ook destructie? Ja, wel. En dat komt een beetje ook omdat Jordan Peterson, zoals heel veel anderen ook, een Jungiaanse visie op de persoonlijkheid en op de ziel heeft. Dat wil zeggen dat in de school van Jung is het een centrale kracht in je persoonlijkheid die allerlei andere krachten van je ziel of van je lichaam integreert, weet te integreren. Dus een soort van, dat is toch de nadruk op een bepaalde persoonlijkheidskracht of wilskracht. En dat heeft heel veel voordelen, maar het nadeel is dus dat je eigenlijk, de persoonlijkheid wordt gezien als een soort eilandje, een ordenend eilandje in een zee van chaos. In een zee van onbestemdheid, van dingen die in elkaar vervloeien. En dat is eigenlijk het grote verschil tussen de Jungiaanse school met de Freudiaanse school. En de Freudiaanse school die ging niet uit van een horizontaal vlak, dus van een
eilandje in een zee van, en een zwarte ongekende zee met een diepte die niemand kent of kan doorgronden. Maar dat had een veel meer een gelaagde zielsopvatting. En dat wil zeggen dat er elementen uit de diepere laag van de ziel, dus de levenslust of de doodsdrift, de thanatos en het libido, die konden ombeurten naar het oppervlak, dus naar het bewustzijn komen. En dat was de kracht van het bewustzijn, om welke van die krachten er naar boven, dus gesublimeerd werden, en welke kracht er onderdrukt wordt. Nou, dat is een soort een verticaal begrip. Maar dat wil dus niet zeggen dat daar onder het bewustzijn alleen maar chaos is. Dat is dus, onder het bewustzijn kom je op een ander niveau. En op dat andere niveau, dat kent weer een eigen ordening. Hè, wat dus op het ene niveau chaotisch kan overkomen. Dus het bewustzijn, hè, als dat chaotisch overkomt, dan kan dat niet verschillende krachten sublimeren en onderdrukken. Kun je ons een voorbeeld ook geven? Want ik denk dat het voor een heleboel mensen, want het is ook behoorlijk abstracte materie wat dat betreft. Ja. Misschien is het ook handig om het misschien een voorbeeld ook te illustreren. Ja, nou, je kunt niet twee tegengestelde dingen willen tegelijkertijd. Ja. Dat is heel simpel. En de levenslust en de doodsdrift zijn daarvan echt het ultieme voorbeeld. Een mens kan niet tegelijkertijd een doodsdrift sublimeren en de levenslust onderdrukken. Maar op het alledaagse niveau kun je niet tegelijkertijd ergens heen gaan en thuis blijven. Je kunt niet tegelijkertijd... Het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Je kunt van alles niet tegelijkertijd willen wat met elkaar in tegenspraak is. Dus dat betekent dat je keuzes moet maken wat je op het ene moment wel doet en wat je tegelijkertijd onderdrukt aan verlangens, aan dingen die opkomen. En dat is dus de ordening in het bewustzijn zelf. Dat zijn bewustzijnstructuren, maar dat heeft ook te maken met een bepaalde wilskracht en wat bij Jung ook speelt. En de kracht om bepaalde... de Freudiaanse en de Jungiaanse visie op de ziel zijn eigenlijk een beetje... in tegenspraak op het moment dat Jung eigenlijk, om het met een klassieke term te zeggen, een manicheïstisch wereldbeeld of mensbeeld gaat ontwikkelen, namelijk dat er altijd eerst chaos is en daarna pas orde. Het sterke van de Freudiaanse, maar ook van de Aristotelische en de Platoonse ziel is eigenlijk dat de orde eigenlijk altijd voor alles gaat. En dat dus er eerst sprake is van orde. En pas als die orde desintegreert of niet meer met voldoende kracht bijeengehouden wordt. En dus de ordening valt uiteen, dan ontstaat de chaos. Maar dan nog bestaat de chaos uit een voormalig geordend deel. En chaos bestaat ook weer uit delen die met elkaar botsen, maar die intern wel weer een bepaalde ordening hebben. Mm. Wat je in de ziel dan tegenkomt is dat zowel levenslust als doodsdrift mits juist gebruikt een heel functioneel en ordenende kracht kunnen zijn, allebei. Maar mits die op het juiste moment gesublimeerd wordt en mits de andere op hetzelfde moment onderdrukt wordt. Ja, want even ook voor de mensen die dat ook niet weten, je hebt natuurlijk onlangs ook de proloog ook van je trilogie ook uitgebracht. Ja. Hele platte wereld. En daarin ordene je ook, aan de hand van, je benoemde het net ook al even over ziel, maar daarmee maak je zelf inderdaad ook al een orde met dus ook de ziel, het huwelijk, het volk en God. Ja dat, in de proloog heb ik een aantal lagen in de werkelijkheid aangebracht waarvan ik denk, een aantal hele klassieke lagen die je vanaf de Griekse filosofen tegenkomt, maar ook in de godsdiensten, waarvan ik denk dat die in de moderne tijd worden aangevallen. Dus elk van die vier lagen, dat zijn eigenlijk metafysische lagen. En daarmee probeer ik dus eigenlijk de aanval in de moderniteit op de metafysica te illustreren. Ja, en dat is inderdaad op de laag in de ziel zelf vindt een desintegratie plaats. Dus de klassieke indeling van de ziel wordt aangevallen. Nou, op het niveau van het gezin wordt het klassieke huwelijk wordt aangevallen.
En zo heb je nog twee lagen. Maar in het volgende deel, dus het tweede deel, ga ik heel erg uit van een van het begrip hiërarchie en autoriteit. En dus dan is de vraag voor mij heel, heel direct. Als autoriteit, het echte principe van autoriteit niet in de menselijke ziel of in ons bewustzijnsstructuur is aan te wijzen, dan bestaat autoriteit ook niet. Hè? En dan erken ik met de hele jaren 60 golf, de menselijke ziel is niet aangelegd of toegelegd op autoriteit. En we hebben gewoon geen autoritaire persoonlijkheidsstructuur. Dus autoriteit is echt een verzinsel van het patriarchaat en van de godsdiensten om ons eronder te houden. De andere kant is van die kwestie, als je autoriteit wel kan aanwijzen in ons bewustzijn, in onze persoonlijkheidsstructuur, dan moet je gewoon de andere conclusie trekken. Hè? Dat de klassieke verdediging van het begrip autoriteit en hiërarchie, dat die heel erg nauw verbonden zijn met onze menselijke natuur. En dat de godsdiensten, de metafysica en het patriarchaat, maar zeker ook het matriarchaat, dat dat termen zijn die heel erg nauw aansluiten op onze menselijke natuur en hoe ons bewustzijn werkt. Dus dat is het, in het kort de vraag waar het tweede deel over gaat. En de vraag orde of chaos. En de Latijnse kwestie waar dat aan opgehangen wordt, is de term ordo ab chao, dus orde uit chaos scheppen. Ja, ja. Dus dat is echt de Jungiaanse visie, dat er eerst chaos was. In de beginne was alles woest en ledig. En daarna kwam pas orde. En dan is de vraag van, ja, wat was er woest en ledig, hè, om het met de Bijbelse terminologie uit te trekken. Wat was er überhaupt? Bestond chaos uit materie? En zo ja, hoe was die materie geordend? Dus er komt steeds weer die ordevraag. Wanneer je steeds weer gaat vragen van waar bestaat chaos uit of wat is chaos, komt steeds weer de vraag naar de orde, komt er eigenlijk weer direct achteraan. En voor mij is het geen kip of ei kwestie. Ik denk dat je heel duidelijk kan zien dat wanneer er een mens kan zich eigenlijk niet voorstellen dat er niets is. Dat is eigenlijk een onvoorstelbaar iets. De vraag naar het niets, dat is eigenlijk een vraag die voorbij alle voorstellingsvermogen gaat. Die voorbij onze taal, voorbij onze denkstructuren gaat. Dus onze menselijke geest is heel erg toegelegd op dat er iets is. Hè? Dat je altijd begint met iets. Nou, en dat iets heeft altijd een interne ordening. Dus in de metafysica, maar in de klassieke mens- en wereldvisie, ga je altijd uit van wat er ook is en hoe je daar ook over denkt, dat je altijd eerst uitgaat van ordening. En dat die ordening uiteen kan vallen en tegengestelde krachten kan vertonen. Dan heb je het weer over verschillende dingen die dus uiteengevallen zijn, die eigenlijk, ja, misschien zou je het met de Plotinus kunnen zeggen, dat het in feite emaneert. Hè? Dus van het ene emaneert het in verschillende niveaus. En dan heb je alsnog een chaotisch aandoende werkelijkheid van verschillende dingen die tegen elkaar botsen of in ieder geval tegenkracht geven. En ja, dat kun je ervaren als chaos, maar dan nog zijn het verschillende dingen die allemaal weer zelf een interne ordening hebben. Ja, dat is, en die elkaar weer streven. Ja, wat mij ook opvalt is dan inderdaad ook dat er ook iets natuurlijks dan ook is. Ja, dus een soort van natuurlijke ordening. Maar aan de andere kant heb je ook weer de naturalistische dwaling als drogargument. Wat je natuurlijk ook ontzettend veel tegenwoordig ook ziet. Dat er een soort van natuurstand zou zijn. Terwijl je kan argumenteren dat die natuurstand er niet is. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
En wat versta je dan onder de natuurstand? Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, daar ga ik wel wat meer ook de postmoderne kant op, daar ontkom ik dan niet aan, maar dat is wel wat er dan wordt geargumenteerd van, dat je in eerste plaats denkt dat je iets ziet, terwijl je het niet ziet. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n soort dwaling. Die je bijvoorbeeld, dat je jezelf voor de gek houdt, of voor de gek gehouden wordt door je zintuigen. Ja, bijvoorbeeld een optische illusie of wat dan ook, dat je dingen iets niet goed hebt. Ja, nee, dat kan, maar er zijn natuurlijk ook, je kunt je natuurlijk foppen, of laten foppen door zintuigen en dat zelf weer corrigeren. Als je gewoon een gezond mens bent, dan ga je op onderzoek uit en dan corrigeer je dat zelf. Maar wat natuurlijk een groot probleem is dat in deze tijd, sinds de opkomst van de psychoanalyse, eind 19e eeuw, toen heeft men voor het eerst grootschalig waanbeelden vastgesteld. Echt individuele persoonlijkheidswanen. En dat is natuurlijk wel heel interessant, dat iemand echt in de veronderstelling is, of in werkelijk acteert, dus echt handelt, terwijl hij iets anders ziet voor zijn ogen. Hè? Dus in de klassieke psychiatrie heb je bepaalde psychopathische moorden, waarbij blijkt dat de moordenaar, die zijn vrouw of vriendin doodstak of wurgde of wat dan ook, de fantasie had dat hij zijn moeder neerstak. Of doden. Dus dat is een geweldsfantasie volgt uit een bepaalde mentale afwijking. Maar dat is natuurlijk heel interessant. En hetzelfde is een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Wanneer mensen dus echt zichzelf anders zien, en ofwel iemand anders echt anders zien. En dat is heel interessant. En de verklaring daarvoor is dat die bewustzijnsstructuur te slap wordt. Dus dat je niet meer in staat bent om het ene werkelijk te sublimeren en tegelijkertijd het andere te onderdrukken. Dus dat er tegelijkertijd twee elkaar weersprekende krachten aan het oppervlak van je bewustzijn komen, waarbij het bewustzijn dus eigenlijk niet echt meer actief kan ingrijpen. En dus een persoon eigenlijk onderworpen is aan, en werkelijkheid en fantasie door elkaar haalt. En is onderworpen aan die contrasterende krachten in de ziel. Ja, iets wat erbij ook samenhangt en wat je ook in het boek wat hier ook leert, Maps of Meaning bijvoorbeeld dan ook wel weer leest, is ook het vormen ook van een visie ook op de toekomst. In die zin. Omdat je namelijk, en dat is natuurlijk ook het moeilijke, hè, want de toekomst wordt ook altijd ook gezien ook als iets van, weten we waar de toekomst naartoe gaat of niet? Dat is ook natuurlijk ook weer ook weer het verschil tussen orde en chaos. Hoe merk je dan ook dat er, doordat er dus ook steeds meer waanideeën dus ook zijn, dat dus ook het aantal visies en ook positieve visies ook op de toekomst ook minder wordt? We leven in een maatschappij waarin het aantal psychiatrische patiënten toeneemt. Ja. En ook sterk toeneemt. Het vak van de psychiater is na dat van de huisarts de grootste medische specialisatie. Ja. En dat heeft verschillende oorzaken. Hè. Dus je kunt duidelijk psychotische klachten, die kunnen in de media of door de publieke opinie gehonoreerd worden als simpelweg een kwestie van vraag en aanbod. Hè. Dus de mens vraagt, wij draaien vanuit de overheid en vanuit de opinie gezien. En dan hebben we het kwesties die in de wereld van de social justice warriors naar voren komen. De vraag is of je dat allemaal moet honoreren. Je moedigt een bepaalde hele complexe klacht ook aan, in die zin. En de andere route is ook dat in de psychiatrie wordt
Ik zou zeggen, de psychiatrie is best wel gekaapt door de farmadrugs. Hmm. Psychodrugs, zoals dat dan heet. Hmm. Dus het gebruik van slaapmiddelen is gigantisch. Hmm. Het gebruik van antidepressiva is ongelooflijk hoog in Nederland, maar ook wel in andere westerse landen. Dat zijn allemaal drugs die bepaalde cruciale functies van onze geest, en met name de krachtfunctie, om het zo maar te zeggen, onderdrukt. En dus wat je met heel veel slaapmiddelen en antidepressiva hebt, en ook bijvoorbeeld ADHD-medicijnen, is het hersengebied waar de verantwoordelijkheid en het initiatief zetelen, die worden eigenlijk verzwakt, die worden uitgeschakeld. Dus mensen die langdurig aan die medicijnen zitten, die vertonen een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Die vertonen toenemend gebrek aan initiatief. Dus die verliezen controle over hun eigen leven. Dus die komen in een proces van verzwakking terecht, van verlies aan wilskracht. En dat betekent dus ook dat deze mensen weinig doelmatigheid meer kennen, om het zo maar te zeggen. En dat ze heel makkelijk in een in te zetten zijn voor in de publieke opinie ook voor kwesties die eigenlijk een psychisch probleem zijn, grotendeels psychisch probleem zijn, maar gewoon als een economische vraag wordt gezien die wij gewoon te beantwoorden hebben als maatschappij, waar dus heel veel belastinggeld heen gaat. En dus dat wordt gehonoreerd op een manier waarmee het probleem groter wordt gemaakt. Is in die zin ook de jaren 60 een verkeerd begrepen periode? Omdat je namelijk wel ook hebt van dat er wordt altijd wel de relatie ook gelegd tussen het gebruik van drugs en ook creativiteit. Ja. Een heleboel mensen die zeggen ook dat er dan ook een verband ook zit tussen bijvoorbeeld ook het gebruik van drugs en bijvoorbeeld ook het Woodstock, het Jefferson Airplane. Ja. Is er daarom ook een verkeerd begrepen periode en is er dus ook een heleboel in de jaren 60, zoals bijvoorbeeld ook een Camille Paglia bijvoorbeeld ook Het hele interessante is dus wat in de jaren 60 gebeurt en wat eigenlijk voortborduurt op 19e eeuwse ontwikkelingen. En ook op de periode van het fin de siècle, dus eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Daar zijn hele interessante parallellen tussen te trekken. En één daarvan is dat de populaire visie was dat we geëmancipeerd moesten worden. Dus het emanciperen van het patriarchaat. Het emanciperen van het begrip autoriteit. Het emanciperen van een repressief bewustzijn. En dat zijn allemaal dingen, dus de krachten in de persoonlijkheid, maar ook in de maatschappij en in het gezin, die orde aanbrengen en die het ene proberen te sublimeren. Hè? Dus je als vader probeer je kinderen een bepaalde bewustzijnsstructuur, dat doet een vader niet automatisch, maar dat gebeurt gewoon. Maar als vader ga je een bepaalde bewustzijnsstructuur bij je kind opwekken, waarbij die dus het ene kan sublimeren en het andere kan onderdrukken. En dat is in de klassieke psychiatrie is dat altijd onomwonden grotendeels de vaderrol geweest. Wanneer die wegvalt, valt dus het zogenaamde internalisatie van de gezagsstructuur valt weg. En het aanschoppen tegen autoriteit en vaderschap, wat in de jaren 60 heel duidelijk aan de hand was, dat gebeurde ook al in het fin de siècle van de 19e eeuw, maar dan op een meer elitair niveau. Nee, dan verwijs ik naar Karl Schorske met zijn prachtige studie over het wenen in het fin de siècle. Dat is een ongelooflijk mooi boek waarbij je allemaal dezelfde motieven tegenkomt als in bij mei 68. Maar daar zie je dus ook al dat het bewustzijn als repressief ervaren wordt. En dat er bevrijding gezocht wordt in drugs, opium. Onder de adolescenten een soort motto rondzong van dat je in contact moest komen met je diepere zelf. En dat je daarvoor het bewustzijn aan de kant moest schuiven, want dan ging je werkelijk artistieke vrijheid ervaren.
Dan ging je ervaren wie je werkelijk was. Dat is uit die tijd stammen dan ook enorme relatieproblemen. Heel veel zelfmoord. Men was ook niet meer in staat tot gezinsvorming, tot huwelijk. Dat ging allemaal dat ging op grote schaal mis, zeg maar. Dus eigenlijk ook die tweede laag ook die je dan ook in hier de platte wereld ook beschrijft. Ja, absoluut. Ja. En wat Karl Schorske ook echt heel mooi laat zien. En wat ik in Permafrost probeer te laten zien is ook dat de Eerste Wereldoorlog deels ook voortkwam uit een afschuw voor deze decadentie. En dat we deze moderne wereld desnoods met oorlog aan de kant moesten schuiven. En heel veel mensen in 1914 grepen dus de Eerste Wereldoorlog ook aan als mogelijkheid om die enorme decadentie, die persoonlijke zwakheid, de krachteloosheid en het toejuichen daarvan, dat we allemaal maar zwak moeten zijn en krachteloos. En dat we pas echte mensen zouden zijn wanneer we allemaal zwak zouden zijn en ons niet zouden leiden door een pose van een stevig zelf, weet je, wat en niet meer door het patriarchaat. Dat was de nieuwe wereld die na 1914 zou aanbreken en waarvoor men de oorlog inging. Maar ja, goed, die oorlog die draaide natuurlijk anders uit. Het was een enorme, verschrikkelijke gebeurtenis. Ik denk nog steeds de grootste tragedie van de 20e eeuw wat betreft het Westen en wat betreft de westerse beschaving. Ja. Want dat is ook inderdaad ook een van de dingen, ook groter dus ook dan de, want meestal is natuurlijk ook dat de Tweede Wereldoorlog ook, in die zin dus ook veel meer ook, en ook groter en ook hoger wordt gewaardeerd dan de Eerste Wereldoorlog, maar je denkt er dus anders over. Ja, kijk, dat is natuurlijk van hoe je de meetcriteria aanlegt, hè. Zoals bij alle statistiek, als je de criteria verlegt, krijg je andere uitkomsten. Mm-hmm. Voor mij zou het een heel interessant denkexperiment zijn wanneer je dus de inzet in de Eerste Wereldoorlog verandert. En er zijn een aantal boeken die wij daarover hebben uitgegeven, zoals Permafrost, maar ook Oorlog is misleiding en bedrog van Fré Morel. Ja, echt een schitterend boek die hele andere onderstromen in aanloop naar de Eerste Wereldoorlog laat zien, waarvan je eigenlijk zeggen we, de Eerste Wereldoorlog was zo cruciaal, wanneer die er niet geweest zou zijn, dan zou de Tweede er ook niet zijn geweest. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel historici die dat ook beamen. Alleen al omdat de afloop van de Eerste Wereldoorlog desastreus was voor Duitsland, dus je kunt het op heel veel niveaus zien. Maar die inzet van de Eerste Wereldoorlog voor Engeland en eigenlijk ook voor Amerika, Die was echt erop gericht om het Duitse Rijk, het Hongaars-Oostenrijkse Rijk, het Russische Rijk en het Ottomaanse Rijk allemaal in één klap aan de kant te zetten. Maar die link met mei 68 is heel interessant, omdat dat weer de verbinding legt met waar we het interview mee begonnen. In mei 68 zie je dus dat een aantal dingen echt heel sterk doorbreken. Dus wat rond 1900 speelde, die strijd tegen vaderschap, tegen bewustzijnsautoriteit, om het zo maar te zeggen. Dus tegen een geordende persoonlijkheidsstructuur. Die vindt na mei 68 weer plaats. Hè. Dus je ziet dan weer de opkomst van een generatie jongeren die zwak willen blijven. En die geen verweer willen stellen tegen bedreigingen. Die eigenlijk ten diepste ook de bedreigingen in zichzelf zien, dus een soort van angst voor zichzelf ook uiten. En het leuke wat Peterson ook een keer opmerkt in zijn nieuwste boek 12 Rules for Life is volgens mij gelijk in het eerste hoofdstuk. Hij is natuurlijk psychotherapeut, hè, dus hij krijgt patiënten in zijn kamer. En wat hij dan, wat hij bijvoorbeeld opmerkt over die geweldsloosheid ideeën. Die mensen die daar helemaal mee gepreoccupeerd zijn, dus die activistisch
zich activistisch inzetten voor de wereldvrede en de geweldsloosheid, zeg maar, hè, tegen geweld zijn en zo. Pacifisme, ja. Maar ja, niet alleen pacifisme, maar echt tegen alle geweld. Dat is echt heel bizar. Maar hij zegt van, die mensen, bij die mensen merk ik altijd de grootst mogelijke strijd tegen geweldsfantasieën. Dus die mensen hebben zoveel te kampen met eigen geweldsfantasieën, dat ze daardoor helemaal vluchten in een heel activistische houding tegen geweld, tegen alle geweld. En ja, dat is ook eigenlijk een soort van in een weerloosheid vluchten. En dat ook opleggen aan alle mensen om hun heen en aan de hele wereld. Ik heb ook inderdaad ook iets bizars, dat eigenlijk de strijd tegen geweld een gewelddadige strijd weer wordt. Ja, dat ook. Dus uiteindelijk, je ziet dat natuurlijk dat daar een heel totalitair militantisme uit ontstaat. En dus dat zie je bij de SJW'ers, maar dat zie je bij de Black Panthers. Dat zie je in... er is een van oudsher een heel merkwaardig verband tussen in de moslimwereld, met name met dat anti-geweldsdenken en anti-kolonialisme en een linkse, echt een linkse agenda van geweldsloosheid, terwijl daar bij uitstek zoveel geweld plaatsvindt. En dat zie je eigenlijk ook in de linkse wereld waar ook deze motto's figureren. En het leuke van die Jordan Peterson is dat hij eigenlijk terloops opmerkt zo van, ja, die daar zit gewoon heel veel angst voor zichzelf. En omdat ze net als psychopaten en mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis zo bang zijn eigenlijk voor de verborgen kanten van hun onderdrukte of weggedrukte verlangens en strevingen, dat uiteindelijk in heel destructieve energieën uitmondt. Ja, want gaat het ook een van de moeilijkste dingen wat dat betreft, dat worden ook in de komende eeuw, dus dat je dus aan de ene kant inderdaad dat hele opgekropte hebt, hè? Want ik denk dat je dat ook probeert ook mee te beschrijven van, yeah, het, hè, van nou, ik mag bijvoorbeeld niet boos zijn, hè, wat natuurlijk met geweld ook, hè, van, papa is niet boos, maar wel teleurgesteld. En van nou, we gaan tot 10 tellen, het is heel goed, je maakt het concreet, dat moet ook. Maar je ziet het dus in het onderwijs en in de educatieve methodes ook heel sterk. Dat wanneer kinderen ruzie hebben, dan wordt er eigenlijk alleen maar geconstateerd door een leerkracht, jullie hebben ruzie. Terwijl vroeger dan kwam er gewoon een Norse meester naar voren en wie begon er? En dan was er gewoon één die begon en die kreeg straf of die had een probleem. Vaak was dat gewoon ook een altijd dezelfde, niet altijd, maar hè. Nu wordt er dan gezegd van wordt er ten eerste de aanname gedaan, niemand heeft schuld. Hè. Er is een conflict gaande en dat conflict moet opgelost worden en dat doen we door allebei de hand te geven of door het gesprek met elkaar aan te gaan. En kinderen worden dan ook letterlijk dus in een hokje gezet met z'n tweeën. Van jullie zijn mensen en jullie moeten zelf dat conflict op gaan lossen. Terwijl, als er iemand een schop uitdeelt op het plein, dan is dat niet zo'n probleem. Er is geen conflict, er is gewoon een schop uitgedeeld. En maak het niet groter. Vooral jongens hebben gewoon baat bij af en toe elkaar een schop uit te delen. Er wordt een hiërarchie wordt even duidelijk gemaakt. Of iemand tast juist de hiërarchie even aan. En die probeert wat uit. Nou, dan krijgt hij een schop of een klap terug. En dan is de hiërarchie weer duidelijk. En je ziet dan ook met name bij jongens dat het dan daarna is het ook weer goed. Kijk, net als kerels die naar de kroeg of buiten de kroeg dronken, half dronken, een paar klappen uitdelen en daarna weer naar binnen gaan om samen aan de togen een glas bier op te drinken. Maar dat zie je dus zelfs bij jongens op het schoolplein al. Even flink fysiek, maar daarna is het ook weer klaar. Kijk, en als er echt langlopende problemen zijn, ja, dan is er vaak toch sprake van een moeilijk geval, een probleemgeval. Maar bij meisjes is dat weer heel anders. Er is vaak niet heel veel
openlijk geweld, althans minder dan bij jongens. Maar er zijn wel vaak onderhuids lange conflicten. En die meisjes die kunnen heel moeilijk, dus net als bij meisjes, die hebben dan heel lang een beste vriendin. Mm-hmm. En dat kan dan ineens over zijn. Mm-hmm. En dan zijn ze ook nooit meer elkaars beste vriendin. Ja, dus dat zijn vergeven, maar vergeten nooit. Ja, dus dat zijn heel andere conflicten. En dat is heel leuk als je als meisjes ruzie hebben om ze dan in een hokje samen bij elkaar te zetten om vrede te sluiten. Dat helpt niet. Maar bij jongens heeft het ook geen zin. Omdat er gewoon even duidelijk een hiërarchie gezet is. Of juist de hiërarchie is aangetast om te kijken of de sterkste bovenaan de ladder nog steeds de sterkste is. En dan heeft het ook geen zin om ze in een hokje bij elkaar te zetten om het conflict uit te praten. En dat hele, dat is heel, dat hele, die hele fixatie op praten en dat conflicten, dat met praten is op te lossen, dat is heel interessant. Ja? Want Peter Sloterdijk die heeft in een interview met Cicero jaren terug, heeft hij dat al een keer gezegd, dat is een Duits blad, of een bijlage, ik weet het niet meer. Naarmate er meer gepraat wordt, naarmate er ook meer conflicten ontstaan. Klopt. En dat praten zorgt voor conflicten. En dus alles met praten proberen op te lossen, genereert nog meer conflicten. Ja. Terwijl conflicten opgelost worden, werden altijd opgelost op een hele andere manier. Ja. Je had gewoon een sociale orde. En er was een alfa mannetje aan de top. En er zaten. En dat was ook een geboren leider. Het was niet zozeer dat hij macht afdwong met geweld of wat dan ook. Een echte leider doet dat juist op persoonlijk vlak. Die trekt mensen erbij. Die sluit. Die zorgt voor de groep. Je ziet dat zelfs bij diersoorten. Dat er heel goed voor de groep gezorgd wordt. En wanneer je zo'n hiërarchie aanvalt. En denkt van ja, maar iedereen is gelijk. In onze wereld is er geen verschil. We zijn allemaal gelijk. Kijk, vroeger kon een werkelijk alfamannetje of een leider, kon je dat idee geven. Van we zijn allemaal gelijk, maar ik ben een soort van primus inter pares. Ik ben de meest gelijke van allemaal en ik leid de hele clan. Dat kon een goede leider kon die boodschap overbrengen. Maar nu zit je zeg maar wordt dat door middel van overheidsstructuren en maatregelen en wetten en commissies wordt dat allemaal afgedwongen. Iedereen is gelijk, dus alfa gedrag wordt tegengegaan. Wat ze dan niet zien, of ik denk dat wat tegenwoordig al wel zichtbaar wordt, is dat je daarmee een enorme toevloed aan conflicten krijgt op de werkvloer. Een enorme toevloed aan haat en neid. De sfeer is niet goed. Hè? Waar vroeger de juiste personen voor de goede sfeer konden zorgen, die worden nu allemaal weggefilterd. Want alfa mannetjes, dat moeten we niet. En dan wordt ook echt zo gezegd, ja, maar dat is wel een mannetje. En dat wordt ook heel negatief over gedaan. Ja, maar die mensen die konden vroeger een hele afdeling naar de hand zetten. Die konden, en dat kan nog steeds, dat gebeurt nog steeds heel veel. Waar die hele SJW-cultuur en gelijkheidsdenken niet doorcijpelt. Wordt dat nog steeds op de klassieke manier gedaan. Dus dat bestaat nog steeds. Maar we hebben in onze tijd natuurlijk echt een toevloed aan commissies die moet naleven, die moet toezien op de gelijkheidsregels, dat die allemaal nageleefd worden. Die toeziet op het feit dat er nergens geïntimideerd wordt of nergens misbruik wordt gemaakt van mensen en zo. Dat zijn. De basissfeer is gewoon angst en een gebrek aan vertrouwen. En dan gaan ze bungee jumpen om als team vertrouwen te kweken. Maar dat zegt eigenlijk alles al. Ik bedoel, er is niemand meer die werkelijk een sfeer van vertrouwen kan scheppen. Want die personen hebben we weggefilterd, die hebben we apart gezet. Die moeten zichzelf maar redden. En vaak zijn dat mensen die dan een bedrijf oprichten en dan voor zichzelf gaan zorgen en gaan ondernemen. Dat zijn mensen die ook echt niet aarden in grote bedrijfsstructuren. Dus dan gaan ze het zelf doen. Maar dat. Ik viel je in de reden. Ja, want het gaat namelijk in die zin, als ik jouw redenering ook volg, gaan we ook een soort van paradox krijgen. En waarbij ik ook nog zelf ook de angst heb dat het ook versterkt ook wordt door de techniek. Dat in ieder geval de komende eeuw, dat het dus ook niet ook alleen de meest rustige eeuw ook wordt, maar gelijkertijd dus ook de meest bloedige. Ja. Een angst die ik in ieder geval heb. Het zou heel goed kunnen, ja. Kijk, wat je dus nu op persoonlijk. Dus de persoonlijkheidsproblematiek die je nu ziet toenemen, die gaat op den duur. Ga je die
op maatschappijniveau zien. Dus dat de maatschappij niet meer in staat is om de juiste krachten op de juiste momenten te sublimeren en de verkeerde krachten te onderdrukken. En je ziet zelfs het omgekeerde. Dus de verkeerde krachten worden onderdrukt de juiste krachten worden onderdrukt en de verkeerde worden in feite gesublimeerd of aangemoedigd. Dus die publieke opinie die leest problematiek puur als wensen die gehonoreerd moeten worden. Terwijl dat echt problematiek is. Die moet je niet honoreren. Als problematiek, als eerste moet je die als problematiek diagnosticeren en daarna zorgen dat deze problematiek in feite aangepakt wordt of dat deze mensen dat er een traject in gang wordt gezet om die mensen tegen zichzelf te behoeden. Dat is wel duidelijk, ja. Zie je ook dat, want ik denk in ieder geval dat het ongetwijfeld, dat in ieder geval dus ook de uitkomst ook gaat zijn, maar hoe zie je dan ook de rol daarin ook, om ook op die vier lagen ook door te gaan, van bijvoorbeeld ook een god ook in dat scheppen en ook in die zin ook ook het voorkomen ook misschien ook wel ook van een bloederige strijd. Ja. Als je op deze voet doorgaat, dan dus de maatschappij kan niet meer ingrijpen, dan volgt er gewoon een collaps, dus een instorting. Mm-hmm. Zoals men in de medische wereld collaps noemt, maar dan op maatschappelijk niveau. Mm-hmm. En die kan wel gewelddadig zijn, die kan bloedig zijn. Een van de belangrijkste dingen een van de grootste dingen die gaat gebeuren is sowieso de ineenstorting van de psychiatrie. Kijk, ik heb heel veel contacten in die wereld, zowel bij psychiaters, maar ook bij in de verzorgingshuizen zelf, dus gesloten afdelingen, open afdelingen, maar in ieder geval bij de psychiatrie. En wat je gewoon heel veel ziet is, ze kunnen de patiënten amper nog aan. Kijk, de isoleercel is natuurlijk een tijdelijke optie, maar je kunt niet iemand levenslang in een isoleercel opsluiten. En die tijd gaat wel aanbreken, dat we net als in de 18e eeuw, waren toen procentueel veel minder gekken of gestoorde of echt psychotische mensen waren. Die mensen die zaten uiteindelijk gewoon in de cel. Want ja, wie kan daarmee omgaan? Je vraagt heel veel van een verzorger van zware gestoorden, van echt met zware problematiek. Mm-hmm. Om die niet in een cel te hebben. En je gaat onherroepelijk naar een systeem met cellen, mm-hmm. mensen achter gesloten deuren. En omdat ze gewoon onhandelbaar zijn en niet verzorgbaar. Het vraagt veel en veel te veel voor de geestelijke gezondheidszorg op dit moment. En de toename aan zware problematiek is enorm. En tegelijkertijd speelt, wat ik ook hoor, is dus een terugtrekking van de politie. Ja, dat politie niet meer, die dropt de zware gevallen die ze vinden op straat, gewoon bij de daartoe bestemde klinieken, die er ook weinig mee kunnen. Maar ja, het is al heel, heel vaak dat de politie eigenlijk gewoon de GGZ belt van jongens, we hebben hier een die. Mm-hmm. En die is van jullie. Mm-hmm. Weet je, daar hebben wij niks meer mee te maken. Het is geen boef. Hij heeft geen strafbaar feit gepleegd in de zin van dat hij in bewuste toestand mensen of misdaden pleegde. Maar dat is wel iemand waarvan ze zeggen van ja, hij is er zo zwaar aan toe. Hij is tot alles in staat. Je geeft hem geen mes of hij begaat wel een misdaad. Maar dat valt buiten het strafsysteem. Want het principe van strafrecht, dat veronderstelt dat iemand met gezond verstand een misdaad pleegt. Maar als die niet toerekeningsvatbaar is, ja, wat dan? Maar die categorie niet toerekeningsvatbare mensen met persoonlijkheidsstoornissen,
En dat kunnen mensen zijn die, waar je gewoon in volle verstand mee kan praten op het ene moment, maar die in het andere moment ofwel geweldsfantasieën hebben die ze uitleven, hè, die letterlijk hun fantasie volvoeren. Schizofrene mensen. Of die in één keer in een andere persoon veranderen. Ja, dat is voor iedereen een ongelooflijk groot risico in de omgeving. Nou, en dat gaat echt een enorm probleem zijn, want de ziekenhuizen zijn daar niet, klinieken zijn daar niet op toegespitst. De politie trekt de handen er steeds verder vanaf. De mate van... vroeger konden ze die nog een nachtje in de cel zetten en 's morgens de volgende ochtend even een geschikte plek zoeken in de omgeving, in een kliniek. En dan kwam die weer in behandeling en dan, die behandeling duurde dan weer even en dan kon die weer naar huis. Maar dat soort scenario's wordt steeds onwaarschijnlijker. Mensen die echt levensgevaarlijk zijn en recidiverend ook, ja, dat komt alleen maar meer voor. Ja, aan de ene kant is er natuurlijk een... dat we reageren steeds heel cynisch op het verschijnsel verwarde man. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk, het volgt natuurlijk wel, 1 en 1 is wel 2. De toename aan problematiek is enorm. Het gebruik aan psychodrugs is enorm, groeit ook heel hard. Ja, op een gegeven moment krijg je gewoon een toestand waarin dat probleem niet meer te handelen is. Niet meer voor artsen, niet meer door verzorgers, niet meer door politie. En kijk, aan de andere kant is er natuurlijk het sociale probleem. Waar denk ik heel veel uit voortvloeit. Dat mensen in onze tijd opgroeien als geïsoleerde mensen. Heel slecht nog met elkaar kunnen samenleven. Heel veel huwelijken stranden, gezinnen zijn gebroken. Er zijn heel veel samengestelde gezinnen. En soms is dat nog een soort van pleister. Hè? Iemand die één keer gescheiden is en dan nog een keer samen gaat wonen of trouwen. Zodat er een samengesteld gezin ontstaat. In veel gevallen is dat, blijft die tweede situatie dan ook bij elkaar, tot geluk van de kinderen. Maar wat nu ook toeneemt, is dat die samengestelde gezinnen ook maar periodes van 4-5 jaar bij elkaar zijn. Gaan ze weer uit elkaar. Maar dan zijn er al wel weer, in dat samengestelde gezin zijn ook alweer kinderen geboren. Dus je krijgt eigenlijk een toestand in Nederland waarbij kinderen geen huis meer hebben. Niet meer werkelijk een huis hebben. Ja, misschien hebben ze wel een huis, maar ze hebben geen thuis. Of verschillende huizen. Ja. Maar zeker geen thuis meer, want hun echte thuis bestaat natuurlijk uit hun bloedeigen vader, hun bloedeigen moeder, die bij elkaar blijven. En dat is hun thuis. Dat is ook wat je bij de Jungiaanse en de Freudiaanse school altijd tegenkomt, die motieven, dat die diepste fantasieën bij kinderen van gescheiden ouders is dat de echte papa en de echte mama weer bij elkaar wonen. Maar ja, dat soort patronen worden doorbroken wanneer papa en mama gaan scheiden en mama vindt een nieuwe vriend en papa vindt een nieuwe vriendin en die krijgen ook allebei weer kinderen. Ja, dan ontstaat er gewoon een onherstelbaar probleem. Dus het probleem van thuisloosheid. Dat is waar heel veel kinderen nu in opgroeien. En wat heel veel labiliteit in de psychologische structuur al meegeeft. Maar is het ook weer niet zo, want daar heb ik altijd, ik ben wel benieuwd hoe jij er ook naar ook tegenaan kijkt. Is want je hebt inderdaad, laten we zeggen, de opkomst van het labiele ook, hè, in een bepaalde zin die je beschrijft. En dat valt natuurlijk ook samen ook met de gezinsstructuren. Dat zien we al uit elkaar vallen. We hebben ook in de uitzendingen, in een van de eerdere uitzendingen van de Batavia podcast, hebben we Renzo Verber gehad, die dat ook beschreef. Dus de toename ook van het aantal vrijgezellen ook in Nederland. Ja, ja. Die eenpersoonshuishoudens. Enorm. Ja. Maar dat is wel een probleem natuurlijk. Ja, hè? Want die niet meer met elkaar kunnen samenleven. Dus wanneer je een maatschappij hebt waarin gewoon letterlijk mensen niet meer bij elkaar samenleven en allemaal hun eigen huishoudentje hebben, ja, dat zorgt voor heel veel, de hele sociale laag valt weg in feite. Maar, want ik denk namelijk dat er ook een,
Hier alles hangt ook een stuk timing ook mee. Hè? Dus van, en dat was ook op een gegeven moment, ik zat bij het Halsema versus Baudet debat. Mm. En op een gegeven moment stelde Halsema een vraag die ik persoonlijk wel goed vond, best wel opmerkelijk. Maar het was eigenlijk de timingvraag van, we zien, en dat erkende zij zelfs bijvoorbeeld ook, dat er dus een bepaalde ondergang is. En dat en Baudet zei dan wel ook weer terecht van, nou, dat die ondergang, dat het, want we hebben het nu ook alleen over het mentale aspect, de ondergang van het mentale aspect, zullen we zeggen. Maar dat het ook nog wel eens veel meer heeft, dus dat het ook instituties en dat het een bepaalde storm ook zou kunnen worden. Ja. Maar de timingvraag is er ook van, wanneer gaat er op een gegeven moment een break-even point komen van dat dit om gaat slaan? Of gaat dit, zitten we nu ja. al in de ondergang en kunnen we dit niet meer... reversen, zullen we zeggen. Dus ja, dat kan wel. Je kunt het wel reversen. Ja, want kijk, en die vraag over God die je ook eerder stelde, ja. moet ik eigenlijk tegelijk beantwoorden. Ja. Ik denk dat het wel te reversen valt, alleen in de huidige modus niet. Hè? Dus maar wat ik merk is dat juist heel veel mensen uit de beschadigde situaties twee kanten op kunnen. En ze kunnen een enorme verlangen naar herstel ontwikkelen en zelf een soort nieuwe trend zetten, een goed gezin stichten, en voor de kinderen zijn. Alles wat ze bij hun ouders verkeerd hebben zien gaan, goed doen, eigenlijk. En de andere kant is, met name jongens in gescheiden, maar meisjes eigenlijk ook, maar kinderen die in hele verdeelde huizen zijn opgegroeid, toch ook vaak therapie hebben gehad of bepaalde medicatie gebruiken, dus ADHD, medicijnen, antidepressiva, slaapmiddelen of wat dan ook. Ja, en waar echt een permanente verzwakking van het bewustzijn plaatsvindt. Ja, en daar kun je uiteindelijk niet veel van verwachten. Ergens misschien hopen op een besef van dit kan niet langer en ik moet hiermee stoppen. Maar uiteindelijk kan het wel degelijk gekeerd worden. En wat ik denk is, en wat je in het groot ziet, dat vanuit de overheid en de grote multinationals en vanuit de instituties echt het verkeerde signaal wordt gegeven en de verkeerde signalen vanuit de samenleving gehonoreerd worden en de goede onderdrukt worden, daar kan een soort van herstel plaatsvinden. En dus er kan wel degelijk een soort van mars door de instituties plaatsvinden waarbij we het massale gebruik van psychodrugs gaan terugdringen. Waarin je sociaal weefsel gaat aanmoedigen in feite. Hè. Dus het gaat aanmoedigen dat gezinnen bij elkaar blijven. En het niet makkelijk maakt voor mensen om te scheiden. Hè. Dus scheiding op afroep. En online even iets tekenen. Of hè, dat wat tegenwoordig dreigt te gaan gebeuren. Ja, dat moet dus echt absoluut niet. Dus je moet het ook moeilijker maken. Mensen als een man en vrouw conflict met elkaar hebben. En dat gaan cultiveren. Hè, dus het niet gaan oplossen, maar echt conflicten gaan cultiveren. En groter maken dan ze zijn. Zodat er uiteindelijk een onleefbare situatie ontstaat. Ja, je moet wel een soort haast een beleid gaan uitstippelen. Om mensen dat andersom te gaan leren. Conflicten klein houden. Hè, of geen aandacht aan schenken. Accepteer elkaars onvolmaaktheden. En dat is lastig. Mm-hmm. Ik zie bij heel veel vrijgezelle jonge mannen dat ze hele hoge eisen aan een eventuele levenspartner stellen. Mm-hmm. Maar bij meisjes merk ik dat eigenlijk ook. En niet alleen maar wanneer er een relatie is. Wanneer er eenmaal een relatie is, dan zijn vaak jongens toch wel, of jonge mannen zijn toch wel vaker geneigd om de onvolmaaktheden in de partner te aanvaarden en daarmee om te gaan. Maar andersom, ja, het is niet voor niks dat het bekend is van vrouwen, ook na hun huwelijk, dat ze hun man als een soort project zien. En tot zo'n man er maar aan blijven schaven. En,
ja, een eindeloos verhaal is dat. En dat met hun vriendinnen bespreken van ja, hoe ver ze nou zijn met hun project man. Is dat ook niet ook een probleem van de huidige tijd? Dat er vooral heel erg veel mensen zijn zonder een plan in die zin? Ja, en zonder realiteitsbesef. He, wat hele hoge verwachtingen van wat ze van hun leven moeten maken. En dat is natuurlijk ook een beetje het evangelie van deze tijd. Dat je van je leven een kunstwerk moet maken. We zijn allemaal levenskunstenaars. En daar hebben we vorige keer ook heel kort over gehad. Maar dat is gewoon een pertinente misvatting. Hè? Je hebt helemaal geen kunstwerk van je leven te maken. Uiteindelijk ben je als individu onderdeel van de menselijke soort. En wanneer de soort aan zich capituleert en zegt van ja, we hoeven ons niet meer voor te planten, dat heeft helemaal geen zin, want we zijn allemaal unieke individuen en het gaat om jezelf en om van je eigen zelf een kunstwerk te maken. En als je al kinderen wil, en dan zijn je kinderen middel om die dienen als onderdeel van dat kunstwerk wat je van jezelf aan het maken bent. Hè, want zonder kinderen is dat plaatje niet compleet of zo, dat hoor je dan ook nog wel als een soort van verkapte excuus om de kinderwens een plek te geven. Dat zijn gewoon waanideeën. Dat zijn echt letterlijk wanen waar hordes mensen achteraan hollen. Dat is wel echt iets van deze tijd, ja. Maar tegelijkertijd zie je dat ook al op elitair niveau in de 19e eeuw. Ja. Dus onder de grote burgerlijke middenklasses, de hoge burgerlijke middenklasses. Zie je dat ook, dat soort ideeën. Mm-hmm. En dat is een vorm van decadentie die gewoon uitmondt in zelfdestructie. Mm-hmm. Want uiteindelijk zijn wij gewoon onderdeel van de menselijke soort. Mm-hmm. En ja, net als bij diersoorten, als een diersoort, hè, als die en masse in één keer de wil om te overleven en om voor te leven in de volgende generatie, mm-hmm. als die wegvalt, ja, dat is gewoon het einde van de soort. Mm-hmm. En dan zijn er echt letterlijk mensen die dan tegen je zeggen, ja, en? Geen probleem mee hoor. We zijn toch een pest voor deze planeet. Mm-hmm. Of wij zijn toch maar een soort van parasiet voor het leven. Mm-hmm. Ja, maar welk leven? Mm-hmm. Want dat vind ik eigenlijk dan ook wel weer in het verlengde ook van dit verhaal eigenlijk ook weer een interessante denkstap ook om te maken. Want is in die zin, dan schreef je ook in Heerlijk Platte Wereld ook mee, van is in die zin architectuur niet een hele belangrijke denkstok, omdat je daar juist ook in materiële zin ook nog die orde ook weer terug op ziet? Ja, wat ik in Heerlijke Platte Wereld deed, dus de proloog van de trilogie, is eigenlijk een alternatieve geschiedenis van de moderniteit laten zien op volksniveau. Dus hoe steden vroeger en buurten met elkaar verbonden waren. Hoe huizen met elkaar verbonden waren, dat zei iets over hoe mensen met elkaar verbonden waren. En de manier waarop onze wijken en ons wonen nu georganiseerd is, zegt iets over hoe wij nu met elkaar verbonden zijn. En wanneer je dat dan in een lijn zet, wat ik in dat boekje gedaan heb, dan zie je dus dat we van hele sociale gemeenschapsdieren veranderd zijn in langs elkaar heen levende atomaire wezens, die in een soort waan leven dat ze niet onderdeel zijn van een menselijke soort, dat ze niet onderdeel zijn van een bepaald volk, dat ze niet onderdeel zijn van een bepaalde gemeenschap, en uiteindelijk ook niet meer onderdeel zijn van een bepaalde bewustzijnsstructuur, dus op een heel menselijk niveau. Hè. Dus dat moderne vrijheidsideaal, dat wij een individu zijn die een kunstje van ons leven moeten gaan maken. Mm. Ja, dat zie je op al die niveaus zie je dat terugkeren. Mm. En dan laat ik ook zien dus dat hoe de wijken tegenwoordig georganiseerd zijn. En eigenlijk al vanaf de jaren 30, 40. Mm. Dat daar bewust is ingegrepen. Hè. Vanaf die tijd werden wijken gepland. En dus dat kwam van de tekentafel. Dus er werd vanaf toen ook echt een heel ander gemeenschapsideaal of samenlevingsideaal gerealiseerd in de woningbouw. Ten opzichte van hoe steden tot en met pakweg 1900 ongeveer georganiseerd waren.
En daarin zie je nog echt een gemeenschapsideaal, zeker in de steden. Als je dan Parijs ziet, ik heb echt van satellietfoto's van Parijse woonblokken in dat boek. Daar laat ik dus echt de verandering zien, hoe een woonblok, want in Parijs zie je nog middeleeuwse woonblokken, maar je ziet ook moderne woonblokken en je ziet 19e-eeuwse woonblokken. En dat zijn eigenlijk drie fases. En dan laat ik zien hoe de interne organisatie van zo'n blok, van zo'n middeleeuws blok, eigenlijk was zo'n middeleeuws blok was een gemeenschap op zichzelf. Die was helemaal autonoom. Natuurlijk moesten ze voedsel kopen op de markt, maar ze organiseerden alles zelf. En ze hadden mogelijkheden om activiteiten binnen zo'n blok te veranderen. Dus om wanneer dus een bepaalde activiteit blijkbaar overbodig was geworden, een functie was overbodig geworden in de stad, dan was er in zo'n blok was er heel veel mogelijkheid om nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen waar wel vraag naar was. En je ziet in de 19e eeuw, Baron de Houseman, dat is natuurlijk het beroemde voorbeeld, wat hij deed was eigenlijk blokken creëren waarin mensen zodanig woonden, en dus de portieken in die flats waren zodanig georganiseerd dat ze niet meer met elkaar konden samenleven en ook niet meer met elkaar een gemeenschap in zo'n blok konden vormen. Alles was al toegespitst op vervreemding van elkaar. Uit die tijd, die 19e eeuw, ontstaat ook het begrip van de voyeur. Dus men werd eigenlijk in een rol geplaatst. Dus het appartement wat men bewoonde in de 19e eeuw, voorbeschikte de bewoner al tot een rol van voyeur. Dus men kon niet meer letterlijk gemeenschap vormen met alle anderen in het blok, maar men kon wel stiekem van achter een gordijn en een raam kijken wat die anderen deden. Ik teken echt in dat boekje teken ik precies uit waar die verandering zit en waarom dat zo is. Maar in de 20e eeuw krijg je dat, ontstaat dan nog veel meer geplande structuurveranderingen van het huis en van het wonen. Waarmee ook de blik op de ander verdwijnt. Dus zelfs het voyeurisme verdwijnt. En men leeft nu echt langs elkaar heen. Gewoon zelfs... Het is niet eens voyeurisme meer. Want het voyeurisme dat gaf nog een bepaalde band. Hè. Ik zie die, ik ken hem niet, maar ik zie hem elke dag. Ik kijk toe op zijn leven. Ik ken een deel van zijn leven. Ik ken hem misschien zelfs een bepaald geheim van zijn leven. Want toen had hij de gordijnen niet dicht. En ik zag wat hij in huis uitspookte. En ik keek van achter mijn vitrage, kon ik precies zien wat hij deed. Ik heb een bepaald deel aan zijn leven, ook al kent hij mij niet en weet hij niet wie ik ben. En dat verdwijnt in de 20e eeuw in het grote stedenbouwkundige plannen. Waarin je doorzonwoningen krijgt, rijtjeshuizen. Iedereen leeft in batterijen langs elkaar heen. Stapt 's morgens in de auto, rijdt over het asfalt naar een groot bedrijf aan de rand van de stad. Dat was in de 19e eeuw nog wel anders. Mensen werkten nog wel in dezelfde buurt. Ging nog wel naar de slager en de bloemenwinkel op de hoek. Ja, en soms in Nederland is dat ook nog wel. Zeker in de bepaalde buurten en bepaalde dorpen. Maar alles wat gepland kan worden, stuurt aan op het tegendeel. Dus het boodschappen doen in de supermarkt. Waar niemand elkaar kent en zeker in België met de grote Carrefours en daar zie je dat heel duidelijk. En in Nederland heb je de grote supermarkten ook wel in opkomst, maar daar heb je toch ook nog wel de buurtwinkels. Hè. De slagers en de bakkers zijn er bij ons nog wel, de bloemisten op de hoek. Dat zijn eigenlijk gewoon nu centra geworden van waar mensen elkaar nog even kunnen zien. Ook al weet je niet waar Piet woont, hè. Je ziet hem nog wel elke week bij de slager of de bakker. Dat soort dingen dat... Dat heb je nog wel. De snackbar, de kroket halen. Eigenlijk zijn het gewoon verkapte gemeenschapsstructuren. Ja, is dat eigenlijk ook niet een beetje ook het... In die zin ook een beetje het atheïstische antwoord op de kerk? Vandaar dan doen we dan... je mag zelf je structuren bepalen en wij organiseren ook op deze manier ook in ieder geval een bepaalde ontmoeting. Ja. Het is niet rechtstreeks een atheïstisch ideaal natuurlijk. Hè, maar wat wel meespeelt is dat je ziet dus dat die geplande wijken en steden en huizenblokken, dat die,
heel erg uitgingen van eigenlijk het openbreken van het huis naar de straat, dus naar de publieke kant. Daar ontstaat de openheid toe en het afsluiten van het huis naar binnen toe. Dus dat woonblok, daar komt niemand meer. Die binnenkant die wordt leeg, die wordt stil. Je kunt daar geen kinderstemmen meer horen die daar spelen. Je ziet daar geen ambachten uitgeoefend worden. Eigenlijk is het gewoon volstrekte stilte, die binnenkanten van die blokken. Het zijn ofwel in de Nederlandse blokken zie je dat bij de tuintjes. Alle hoge schuttingen overal. Ja, als er al een tuintje staat. Als er al een tuintje staat. Maar echt. Ja, ja, maar ik kan mij ook uit mijn jeugd herinneren, jaren 30 buurt. Dat is altijd stil aan de achterkant van het blok. En op straat gebeurde nog wel veel. Dus uiteindelijk de opkomst van die doorzonwoning, of de doorzonkamer eigenlijk, waar het leven moest plaatsvinden. Daar vond weinig leven meer plaats, want kinderen waren naar school. Vader en moeder werden geacht te werken, die hadden een baan. Dan krijg je dat Phoenix-gevoel ontstaat dan al in de jaren 30 met die doorzonkamers. En wat daar voor in de plek komt, in het centrum van ieder huis, dat was de tv en de radio. Foto's uit de jaren 40, 30, 50, maar misschien ook al wel eerder, waarin het hele gezin aan de buis gekluisterd zat, dus letterlijk aan de buizenradio, om te horen wat ze moesten denken en wat ze moesten vinden en wat er was gebeurd. Dat is echt typisch voor dat gezin. Dus het huis, het grootste verschil zie je dus met de 19e eeuw. Dus in het 19e eeuwse huis en daarvoor had je gewoon de woonkeuken. Eén grote keuken, er werd gekookt, er werden kinderen opgevoed. Er waren bedsteden, volgens mij ook vaak in de woonkeuken of in de kamer daarnaast. Dus men sliep er, alles gebeurde in die woonkeuken. En een zolder, dat was vaak een lege ruimte. Het was een rommel of de knecht of de meid sliep op zolder, maar ook lang niet altijd. Maar er was eigenlijk gewoon één specifieke ruimte waar alles gebeurde. De vrouwen zaten daar te handwerken of nijverheid te bedrijven. Die werkten ook gewoon. Het is een misvatting dat vrouwen toen thuis bleven. Zeker in de boerenstand en de middenklasse. De vrouwen werkten ook, hè? Nijverheid, heel veel nijverheid. Maar de man en de vader had dan in de voorkamer vaak zijn eigen ambacht. Zeker in de vroege moderne tijd. En later, met de opkomst van kantoorwerk en fabrieken, verschuift dat. Dus de man gaat naar buitenshuis werken. Hij is eigenlijk de eerste. Kinderen gaan naar school. En uiteindelijk gaat de vrouw ook nog het huis uit. En waar worden huizen nou nog voor gebruikt? Slapen. Dat is het enige. Je hebt bijna een hotelachtige functie. Eigenlijk wel, ja. Ja. Wat doe je nou nog thuis? Als je 's avonds thuis komt, snel een hap klaarmaken. Heel veel mensen gaan toch al uit de eten of halen eten. Ontspannen. Dat is wat ik heel veel mensen hoor. Ja, de tv aan en dan lekker ontspannen. Zo hard gewerkt. Het is gewoon echt een sneltreinleven geworden. Ik bedoel, kinderen moeten naar muziekles, naar de sport, naar de dit, naar de dat. De achterbouwgeneratie. Ja, in de hoge middenklasse, maar in de lagere middenklasse en de werkende klasse of de niet helemaal niet werkende klasse. Ja, dat is gewoon, iedereen wordt aan een lot overgelaten. Kinderen tot laat op straat. Mm-hmm. Ik was in de jaren 30 buurt opgegroeid en daar heerste zeker wel orde. Bij gezinnen van uiteenlopende achtergrond, dus mensen die nergens aan deden, mensen die naar de kerk gingen, maar dat zei helemaal niks. Daar heerste gewoon een bepaalde orde. Kinderen waren om 8 uur na 8 uur niet meer op straat. Mm-hmm. En het moment dat ik daar wegging en ging studeren en zo, toen kwamen er al nieuwe gezinnen, met ook vaak samengestelde gezinnen, maar ook met veel minder orde. Kinderen van 8 jaar die op 11 uur nog zaten te skateboarden op straat. Of dat soort bizarre dingen. Ja, dat kwam 10 jaar eerder kwam het niet voor. Dat huis in heerlijke platte wereld, dat huis zegt ongelooflijk veel over over de veranderingen in onze samenleving. Of eigenlijk
de ontwikkeling van samenleving naar alleenleving. Hè. Dus, is het ook eigenlijk ook, is het ook niet de eerste bouwsteen ook om eigenlijk ook weer ook terug te gaan? Van, dit is in ieder geval nog wel een structuur die we ook nog kunnen behouden, ook voor grote doelen, ja. Waar we ook, ja. ook nog op terug kunnen ja. begrijpen. Nou ja, wat je dus voortdurend ziet is dat het plannen van bovenaf, hè, dus het willen conditioneren van het leven vanaf de tekentafel, samenvalt met de opkomst van de massamedia. En dat dus eigenlijk ons leven wordt opengelegd, wordt afgesloten naar elkaar toe. Hè, dus de horizontale component vervalt. Maar de verticale component, dus wij worden wel opengelegd naar de staat, naar de publieke opinie, naar de grote instanties. En die, ja, dus er is eigenlijk een verschuiving van werkelijke verbondenheid tussen mensen onderling naar verbondenheid van het individu met, ja, en noem het de staat, maar het is meer dan de staat. Het is een soort van ja, alomtegenwoordige, ja, Big Brother was dat in Aldous Huxley of Orwell. Ja. Ja. Ja, het is meer dan de staat, het is meer dan alleen maar het politieke. Het is echt een... Het is veel omvattender in die zin. Ja, 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 ja. In permafrost noem ik het oligarchie. Hè. Dat is echt een conglomeraat van... en we worden in die zin ook gebruikt en ingezet. Dus het feit dat wij dus zijn afgesloten naar elkaar toe, maar open gemaakt worden naar die oligarchie, is... ja, je ziet het in films als The Matrix, waarin mensen al aan een infuus gekoppeld zijn. Mm-hmm. En apart van elkaar, naast elkaar in van die batterijen. Mm-hmm. Maar wel, ze ontvangen alle levenssappen, zeg maar, van het systeem, de computer. Ja, en de oligarchie zie ik als een systeem wat ook voortdurend een transfer van ons vraagt. Dus wij verdienen geld, dus we zijn economisch relevant. Mm-hmm. We produceren energie op heel existentieel vlak. Dus wanneer wij opengelicht zijn naar het systeem toe, dan gebruikt het systeem dat ook als... wij moeten bijvoorbeeld delen in allerlei solidariteitsacties. We moeten solidair zijn met alles en iedereen. Dus wij moeten onze energie ook ter beschikking stellen van de doelen die het systeem heeft bepaald. Dus de goede doelen, de juiste doelen, ons geld wordt, ik bedoel, we hebben nog nooit een belastingverlaging meegemaakt eigenlijk. De afgelopen eeuw is grosso modo één grote belastingverhoging, dus er vindt een geldtransfer plaats, letterlijk, van het geld wat wij verdienen naar het systeem toe. En dan vindt er een politieke afdracht plaats. Ik bedoel, één keer in de 4 jaar drukken wij op een knop of zetten wij een kruisje achter een bepaalde naam. Maar al die namen die zijn voorbepaald. Er zijn een paar mensen in dit land die bepalen wie er op de kieslijsten komen te staan. Hoe die programma's van de partijen in elkaar zitten. Ja, en daar kunnen wij eigenlijk alleen maar onze goedkeuring aan verlenen. Dus ons wordt gevraagd instemming te verlenen aan het systeem. Dus het is niet meer van, wij worden niet meer aan ons lot overgelaten. Er is niet een soort van... wederzijdse nonchalance van de staat en van ons. Hè. Zo, waar wij tolereren de staat en wat het nodig heeft om te bestaan, want het heeft nog een zeker nut. En aan de andere kant, de staat laat ons leven, weet je, onze vrijheid. Van, hè, we kunnen ons nog, mogen ons nog van alles permitteren. En zo. Dat is het niet meer. Wij moeten echt aan alle kanten dus afdragen aan het systeem. Dus zowel financieel, dus cash, harde cash, als... mentale instemming. Dus wij moeten ook onze eigen ziel steeds weer verkopen of laten instemmen met dat systeem. Ja, wat ik laatst hoorde op een YouTube-interview met Pieter Thiel en Wiet Hoffman. Ik ben ook wel benieuwd naar jouw mening ook daar is. Dat je hebt natuurlijk nu de crypto-bewegingen, want we hadden het net ook al even ook over geld. En, ja. Wat natuurlijk in die crypto-beweging zit, is jezelf onttrekken uit het systeem en eigenlijk onderlinge relaties in feite opbouwen. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook de beweging met artificial intelligence, eigenlijk naar een soort van hoger doel. Ja.
hoger doel streven, is waar ook weer ook een heleboel angsten ook mee gepaard gaan, ja. die je ook weer ziet, is het onttrekken uit het systeem. Is dat misschien ook wel een oplossing die en ook het creëren ook van onderlinge netwerken die jij bijvoorbeeld ziet? Dus ja. Die zelf dus eigenlijk ook met die ideeën van het achterliggende idee van crypto, ja, jezelf ja, verenigen, jezelf onttrekken om jezelf te kunnen beschermen. Ik geloof er toch eigenlijk niet in. En ik geloof er eigenlijk al niet in, omdat dus wat je ziet bij crypto geld is eigenlijk een soort van kwadraat. Wat er gebeurde namelijk met het gewone geld. Hè. Uiteindelijk is het briefpapier ingeruild en de munten die waren nog gekoppeld aan een soort waarde, aan een reële economie. Dat is ook een economische term, reële economie. En die moet uiteindelijk gekoppeld zijn aan de hoeveelheid geld die er circuleert. Virtueel of niet virtueel, dat maakt niet uit. En er moet uiteindelijk een bepaalde relatie zijn. En dus ook het idee van waardevermeerdering in de economie gaat nog steeds uit van het feit dat het gat tussen wat er virtueel rondgaat in de economie en met de reële economie, dat niet een al te groot gat is. En wat je daarin ziet is dat je dus op heel veel verschillende vlakken bubbels kan creëren. En dus de huizenmarkt is een mogelijkheid om bubbels te creëren. We spraken eerder ook al over de bubbel met de woede bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Dat is meer een echt een woedevoorraad. Maar met geld heb je dus de mogelijkheid met financiële producten, met de huizenmarkt, om bubbels te creëren. Mm. En dat betekent dus dat is eigenlijk een woord om mee aan te duiden dat de band, of dat de afstand tussen de reële economie en de hoeveelheid virtueel geld te groot wordt. En dus er zit lucht in, om het zo maar te zeggen. Dus een zekere afstand, dat is aanvaardbaar en is ook nodig voor waardevermeerdering. Maar als het te snel te groot wordt, die afstand tussen reële economie en virtueel geld, dan krijg je hoe dan ook een terugval. En wat ik merk is dat, ik ben geen deskundige, maar hoe ik kijk naar crypto geld is toch een bubbel. En er is geen band met de reële economie. Hebben het dan over de bitcoin, maar er zijn nog veel meer van die munten. Ja. Die zijn nergens gedekt. Die worden door een systeem, mondjesmaat geïnjecteerd in het financiële systeem. En net als dat oude systeem is het gewoon gebaseerd op vertrouwen. Namelijk, wij hebben nu een bitcoin, die staat op mijn, die staat nergens, maar goed, ik kan op mijn app zien dat ik een bitcoin heb. En die kan ik uitruilen tegen, maar die bitcoin komt ergens vandaan. En dus ergens is er waarde gecreëerd uit niets. En dat is natuurlijk ook het geval met in de oude economie, om het zo maar te zeggen, waar de virtuele koersen echt enorm hard boven de reële economie kunnen uitstijgen. En dat zie je nu met de bitcoins ook. Die zijn nergens aan gebonden. Mm. En die kunnen gigantische bubbels in de economie creëren. En waar we nu zitten is gewoon een hele angstwekkende tijd. In Permafrost heb ik dan het idee van Erik Mekking, de historicus, overgenomen. Dat wij vanaf het jaar 2000 in een economische neerwaartse spiraal zitten die een triple dip kent. En de eerste dip was in 2000 zelf, de val van de economie. Dat werd met rentepolitiek werd dat opgelost. Dus door de rente naar beneden te brengen werd in feite de dip geneutraliseerd. Dat was het beleid. En de tweede kwam in 2008, dat was de tweede dip. En die was al veel moeilijker, maar nog steeds met rentepolitiek te corrigeren. Maar al veel moeilijker. We hebben nu jarenlang nul rentes gehad. En her en der zelfs negatieve rentes. Nu proberen een aantal centrale banken in het Westen dus heel voorzichtig die rente weer wat omhoog te brengen.
En dat gaat gewoon niet. De koersval van de laatste weken op de beurzen, dat zijn echt de tekenen voor de derde dip. Tegelijkertijd gekoppeld aan het idee dat dus die, naar mijn inziens, dat er een aantal luchtbellen in het laatste anderhalf jaar gecreëerd zijn. Mm-hmm. Namelijk de huizenmarkt en de crypto-munten. Mm-hmm. En ik heb dat eigenlijk niet zien aankomen. Maar de laatste maanden hoor ik echt ongelooflijk veel mensen dat ze ook crypto-geld hebben. Mm-hmm. Dat ze ook geïnvesteerd hebben. Mm-hmm. En ik denk, ja, blijkbaar is het dus toch heel groot. Mm-hmm. En met dat die koers ook omhoog schieten. En echt, kijk, Bitcoin komt uit het niets. Ja. He, dus die is mondjesmaat geïnjecteerd in het financiële systeem. Maar de bitcoins aan zich vertegenwoordigen nu een waarde van hoeveel miljard? Heel veel. Dat doe ik me niet voor even. Nee, maar wel echt gigantisch veel. Ja, ja. En dan zijn er nog een aantal munten die ook enorm omhoog geschoten zijn. Nou ja, in feite zijn al die cryptomunten zijn een luchtbel die letterlijk tot nul terug kunnen vallen. Mm-hmm. Het zal niet helemaal terugvallen tot nul, maar de lucht in die munten is zo enorm groot. Mm-hmm. Tenminste, ik snap niet waar die aan gekoppeld is. En als die waarde wel ergens aan gekoppeld is en de terugval zal beperkt zijn, ja, dan veronderstelt het toch dat die waarde die cryptomunten vertegenwoordigen. Die in feite lucht is, dat die toch verdeeld is over andere producten in de economie of in andere takken. Maar dat neemt niet weg dat die munten ervoor hebben gezorgd dat de afstand tussen de virtuele waarde of de virtuele economie en de reële economie gigantisch is opgeblazen. Dus echt iets van de laatste anderhalf jaar dat de huizenmarkt in de grote steden gigantisch over de kop ging. En dat de laatste maanden de rentes heel voorzichtig omhoog zijn gegaan, of in ieder geval aangekondigd dat ze omhoog gaan. Nou, je ziet dat de markten echt hysterisch reageren en dat er totaal geen controle is over de koersen. En ik denk dat wat de laatste weken gebeurd is, dat echt de derde dip inluidt. En ja, wat er daarna gebeurt. Zo'n historicus als Erik Mekking, maar ook anderen. Die verwachten toch dat deze derde dip verreweg de hardste zal zijn van alle drie, omdat het ook de finale dip is. Hè. Dus de grote economische val die we eigenlijk steeds hebben kunnen uitstellen met rentepolitiek vanaf 2000. En we hebben die nooit goed uitgeziekt. Dat is steeds met rentepolitiek geprobeerd om er bovenop te komen. En dat is bijvoorbeeld tegengesteld aan wat bijvoorbeeld IJsland meemaakte toen ze daar door alle bodems zakten. Mm. Zij hebben direct op ongelooflijk niveau hun dip uitgeziekt, letterlijk. En tegelijk maatregelen genomen om dat te voorkomen, een herhaling van dat scenario met IJs... Hoe heet die bank ook alweer? ISAFE, ja. Ja, maar die luchtbel van ISAFE die zorgde ervoor dat IJsland totaal plat ging. Maar die hebben dus het verlies genomen. En wij hebben dat nooit gedaan. Mm-hmm. We hebben altijd gedacht, ja, met centrale bankpolitiek kunnen we dat uitstellen. Vooral niet voorkomen dat er nog meer bubbels gaan ontstaan. Dat is iets heel zieks geweest, dat we eigenlijk nooit hebben willen voorkomen dat er enorme luchtbellen weer gaan ontstaan. En die zijn ontstaan omdat onze economie nooit echt is uitgeziekt. Dus we zitten eigenlijk al in 18 jaar in een soort economische crisis. En zogenaamd Rutte die vertelde dat we zogenaamd al dat de economie groeit. Maar dat merken we niet in de koopkracht. Belastingen zijn heel hard omhoog gegaan. Dus ja, waar zit die groei in de economie? Ja, hoe kijk je ook aan tegen het, ook in die zin ook tegen, want er zit natuurlijk ook een bepaalde vorm van groepsdenken zit er ook in. Hè? Dus bijvoorbeeld in een bubbel, we denken eigenlijk steeds meer ook als groep, hetzelfde en dat hoopt zich ook op. Ja, zolang we elkaar allemaal bij de nek houden, echt, en niet bewegen, gaat die koers niet vallen. Maar dan ontploft het in die zin. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan gaat iedereen zijn plat. In die zin ook. In hoeverre zie je ook dat groepsdenken ook weer terug ook in
de structuren die we op dit moment en ook de orde, hè, om daar ook weer dan ook op terug te komen, die we dan ook nu hebben, denken wij ook veel te veel ook niet ook als groep en ook te weinig ook meer ook als individu. Ja, we opereren als collectief. En dus aan de ene kant wordt de Nederlandse bevolking echt als collectief gestuurd. Mm. Met een publieke opinie en een enorme verwachtingen die het systeem aan ons stelt. Maar tegelijkertijd, ja, het is een soort van latrelatie, hè? Living apart together. We zijn niet in staat tot werkelijk samenleven op menselijk niveau, maar wel op abstract niveau. We gaan wel als volk abstract bepalen dat... Het geplande werd ook hier ook over. Ja, wat, als de helft plus één, die mag echt, die krijgt dan echt het idee van, nou, wij gaan bepalen wat de andere helft ook moet doen. Dat gaat echt heel ver. En die geest die is verspreid over links en rechts, vind ik. Iedereen die moet in één keer aan de groene energie. Dat heeft misschien nog niet eens de helft plus één, maar in ieder geval dat is dan de aanname dat de helft dat bepaald heeft. Maar andere tendensen zijn ook dat we gewoon democratisch gaan bepalen welke vrijheden anderen nog hebben. Dus de echte vrijheden die we voor onszelf verworven hebben, de vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, dat worden een soort van negatieve vrijheden. Dus je hoort bijvoorbeeld heel veel atheïsten zeggen van ja, maar ik ga niet betalen voor bijzonder onderwijs, want dat betalen jullie zelf maar. Ja, en wat moeten christenen dan zeggen? Van ja, wij gaan niet betalen voor atheïstisch onderwijs, dat betalen jullie zelf. Maar nee, maar dat is algemeen onderwijs. Dat soort gekke dingen. Of en dat kerken geen ambistatus meer mogen hebben. Maar in ieder geval een soort van tyrannie. Ja, dan ontstaat een soort tyrannie van de meerderheid. Ja. En dat louter als abstract collectief gezien. Dat we echt als collectief in Nederland... vanuit pure onmacht, we hebben nergens meer grip op, elke maand ongelooflijk veel geld afdragen, we kunnen niks bepalen voor onszelf in ons eigen leven, we mogen nog naar de IKEA om een kast te kopen en daar worden we dan mee zoet gehouden, maar dan gaan we dus wel dat soort, het ressentiment wat uit die onmacht voortvloeit, gaan we dan eigenlijk inzetten op collectief niveau om om vrijheden af te schaffen. Hè. Dus het is eigenlijk de onmacht die ons in staat stelt om nog meer vrijheden van onszelf af te bouwen. Dus die onmacht die zal alleen maar groter worden. En dat is natuurlijk iets regressiefs, echt een regressief proces waar we in zitten. En die wel groter zal zijn als er niks verandert. En ik denk dat wanneer een... bepaalde partijen dat inzien en echt heel consequent, permanent het behoud van vrijheid voorop stellen. Mm-hmm. En wat eigenlijk liberaal zou zijn, maar eigenlijk verder gaat dan liberaal. Ja, want het zit in het christelijke denken zit die vrijheidsidee al. Mm-hmm. Dan zou er heel veel gewonnen zijn. Want afgezien van dat een partij natuurlijk stemmen moet trekken, kan een partij... en zeker een nieuwe partij ook een soort missie hebben om het volk te verheffen. Een oud-socialistisch ideaal, om het zo maar te zeggen. Dus een rol van volksverheffing spelen. Vroeger was die rol toebedacht aan de media en aan ook wel aan de staat. Maar er was dat een bepaald sociaal idee van volksverheffing in. Wat mijns inziens best wel edel was. En dat is allemaal weggevallen. Het is eigenlijk allemaal... waar de grote instanties en instituties en media wat die nu honoreren is eigenlijk de regressieve lijn in het volk. Dus de verkeerde signalen honoreren en de juiste signalen die eigenlijk juist gezond zouden zijn onderdrukken of wegfilteren. Daar zou een politieke partij die echt de zaak wil doorbreken, zou daar een rol in kunnen spelen. Dus wel degelijk niet alleen maar de stemmen trekken en een electoraat aan zich binden, maar datzelfde electoraat ook doordringen van het feit dat we nu in een collectief proces van ressentiment zitten. En dat het afkopen van dat ressentiment... de eigen onmacht alleen maar groter maakt. En dat je eigenlijk dus bepaalde
toch een bepaalde omdraaiing moet doen, ook in de boodschap naar dat electoraat, van jongens, willen wij die onmacht bij ons, dat is het probleem. Willen wij die onmacht niet vergroten, dan moeten wij het ressentiment niet inzetten en nog meer vrijheden gaan aanvallen, wat de laatste decennia gebeurd is. Maar moeten we juist de positieve lijn proberen in te zetten. Gewoon we moeten de gezonde elementen honoreren en de ongezondere signalen moeten we als zodanig ook diagnosticeren. En met heel veel beleid en inleving en sympathie niet kleiner maken dan het is, maar proberen, zoals een echte een arts betaamt, om het gezond te maken. Dat is natuurlijk gewoon, en dat zou de basis moeten zijn van elke arts en psychiater. Maar ook van een partij die nu de mogelijkheid heeft om deze trend te doorbreken. Dus die regressieve trend en doorbreken, een kartel doorbreken, wat Thierry ook letterlijk zegt. Dat moet ook. Hè? Maar je moet ook veel verder gaan. Vrijheden moet je dan niet gaan aanvallen, je moet ze gaan koesteren. Mm-hmm. Dat leek me ook een mooie afsluiting ook in die zin. Ik denk namelijk, Tom, we hebben ongeveer alles hebben we wel behandeld. We zijn van de architectuur tot en met de economie, tot en met ook nog de diepere structuren van orde. Daar zijn we allemaal dat hebben we allemaal besproken. Ik denk dat ook een hele mooie, dat mensen ook nu een hele mooie lijn in ieder geval krijgen. Ik wil je sowieso ook je ontzettend bedanken ook weer voor dit interview. Ja, en ook voor de kijkers en luisteraars. Blijf ons vooral ook volgen. Dan wel hier in Platteland. Dat kunnen we natuurlijk ook gewoon lekker bij jou ook in de webshop natuurlijk ook komen. Dat kan eventueel, ja. Absoluut aanraden. En blijf ons vooral volgen dan ofwel gewoon via debatten, via podcast of ook gewoon via het online kanaal.